Nou, de titel, zoals jullie ook al eerder hebben gezien, is herberekening tussen politieke dromen en werkelijkheid. Dat geeft in ieder geval de suggestie dat daar verschil in zit. En laat ik die cliffhanger alvast maar naar binnen gooien. Ik denk dat dat zo is. 20 jaar, als we terugkijken op de afgelopen 20 jaar, en ik heb hier het 20 jaar overheidsbeleid rondom de extramurale farmacie in beeld gebracht, dan zien we eigenlijk dat het GVS daar als een rode draad doorheen loopt. Zoals ik zo net al zei, begonnen in 1991 is het GVS bedacht of eigenlijk ten uitvoering gekomen. En in 1999 zijn prijzen limieten voor het laatst herijkt. Ik ga zo even laten zien voor de niet-GVS-kenners hoe dat ongeveer werkt. En het GVS is dus al die tijd actief geweest en in de hele periode is er eigenlijk een roep geweest om limieten te gaan herberekenen, omdat er constant prijsbewegingen in de markt zijn en zijn geweest. Dus er was altijd een roep om prijzen te gaan herberekenen. Ondertussen zijn er andere instrumenten bedacht, waaronder de zojuist genoemde prijzenwet, 1996, tot uitvoering gekomen. Wij kijken naar de prijzen in de ons omringende landen, naar de prijzen in Duitsland, België, in Engeland en om de een of andere reden heeft iemand Frankrijk ook omringend genoemd, dus daar kijken we ook naar. En die prijzen samen, naar het gemiddelde van die prijzen, bepalen eigenlijk voor een deel van de markt wat de fabrikant maximaal mag vragen voor zijn prijzen. Die prijzen zijn er, en ook daar ligt overigens een politieke roep om die landen bijvoorbeeld uit te breiden. Ook een motie geweest die we in de afgelopen jaren hebben gezien. Wij kijken nu naar het gemiddelde van 4 landen en in Noorwegen kijken ze naar het gemiddelde van 12 landen. En daar de laagst 3 geprijsde. En er ligt nog altijd ergens iets in een la bij VWS om te kijken, kunnen we niet tot een Noors systeem gaan komen. We hebben een, denk ik, ingewikkeld systeem rondom, hè, anders dan de extramurale farmacie, alhoewel dat, of intramurale farmacie, dat net zo ingewikkeld is, maar traditioneel vanuit een budget gefinancierd, zijn hier altijd prijzen geweest in de extramurale farmacie. En is er met lijstprijzen gewerkt en ontstond er eigenlijk een systeem van kortingen en bonussen waarvan een clawback werd geïntroduceerd om daar prijzen van af te halen. Later is een convenant geïntroduceerd om te zeggen, nou kunnen we niet nog lagere prijzen op een andere manier bewerkstelligen met een vrijwillige prijsverlaging. En het preferentiebeleid dat vanaf 2004 is begonnen, maar vanaf 2008 eigenlijk vol is of doorgezet, of tenminste ik zeg vol. Toen was dat met 20 producten, dat vonden we heel veel. En inmiddels zijn er verzekeraars die ongeveer preferentiebeleid op alles voeren. Ook dat heeft niet geleid tot een stabiel systeem. Vanaf 2012, iets als vrije prijzen, dat denk ik dat dat wat overdreven is, in deze toch sterk gereguleerde markt. Maar waarbij de prijzen eigenlijk tot stand komen in onderhandelingen tussen met name verzekeraars apotheekpartij, grotere ketens of zorgmakelaars, of hoe je ze noemen wilt. Maar ook de overheid zat niet stil en die dacht van nou, ik heb toch op een deel van het segment onvoldoende grip. Dus ik ga financiële arrangementen afspreken met de industrie. Juist op, eigenlijk aansluitend bij mijn vorige spreker, veel van de producten die in die tijd op de markt zijn gekomen. Daar liggen allemaal financiële arrangementen aan ten grondslag. De net genoemde ACV-middelen vallen binnen de financiële arrangementen. De DOACs en NOACs, u mag zelf kiezen wat u wil, vallen binnen die financiële arrangementen, maar ook bijvoorbeeld de nieuwe generatie cholesterolverlagers die we nu recent geïntroduceerd zien, vallen daaronder. En ondertussen een overheveling heeft ook plaatsgevonden. Dus er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Die roep om GVS komt niet zomaar ergens vandaan, want als we kijken naar de laatste herberekening van GVS, heeft die dus plaatsgevonden in 1999. In die tijd zijn al deze 20 jaar, als we dat 20 jaar overheidsbeleid op de prijzen projecteren, dan begonnen we hier zeg maar op 85% en zitten we nu ongeveer op de helft daarvan. En dat zorgde eigenlijk ook voor die politieke roep. Wij moeten iets doen aan het GVS. Want GVS gaat uit van een vergelijking van middelen.
In het GVS worden geneesmiddelen geclusterd. En dit is een, in uw handout zit volgens mij een wat uitgebreidere omschrijving. Dat leek me al wel genoeg tekst voor één slide. De basis van het GVS is dat geneesmiddelen onderling vervangbaar zijn. En als we even het voorbeeld van de statines nemen. De overheid kijkt naar een eerste statine. Er komt een eerste statine op de markt. En er wordt gekeken naar de therapeutische waarde. Nou, therapeutische waarde oké, okay, doelmatigheid oké, okay, belang voor de volksgezondheid oké. Okay. En het geneesmiddel komt op zogenaamde bijlage 1b. En dat betekent dat er geen limiet is voor dat geneesmiddel. Er is wel een nieuwe situatie, want er kan een wet geneesmiddelenprijs van toepassing zijn. Met andere woorden, de fabrikant is dan gebonden aan een gemiddelde prijs in de ons omringende landen. En als we nu kijken, vanaf 2012 leidt dit ook vaak tot een sluiting van een financieel arrangement. En dat sluit ook eigenlijk aan bij wat de vorige spreker aangaf. Relatief hoge kosten voor die nieuwe geneesmiddelen die hier komen. Dus dat leidt tot een financieel arrangement. Op het moment dat er een tweede geneesmiddel bij komt, en als we dus weer het voorbeeld van de statines aanhalen, dan is dat al heel lang geleden dat die tweede daarbij kwam. En op het moment dat er twee geneesmiddelen op de markt zijn, die enigszins vergelijkbaar zijn voor ongeveer dezelfde populatie, met eenzelfde farmaceutische vorm, zeg maar toedieningsweg, voor ongeveer dezelfde leeftijdsgroep, dan zegt de overheid, kijk, ik heb nu twee middelen die we onderling vervangbaar noemen. Dat is iets anders dan uitwisselbaar, maar ze zijn wel enigszins vergelijkbaar. En dan ga ik ze samen stoppen in een zogenaamd cluster. Dan zitten er twee of misschien wel meer, drie, vier, vijf, zes geneesmiddelen in zo'n cluster. En dan gaat de overheid een GVS-limiet berekenen. En die GVS-limiet is gebaseerd op het gemiddelde van al die prijzen. Laat het zo even snel zien. Bijlage 1a. Kom je dan op terecht als product en de aanvullende voorwaarden kunnen dan van toepassing zijn. Als de overheid zegt, nou ik vertrouw het toch niet helemaal, het zou best kunnen zijn dat het voor een bepaalde indicatie vind ik dit eigenlijk nuttig, maar ik zie ook wel een risico op hoge kosten of op oneigenlijk gebruik en dan ga ik aanvullende voorwaarden toekennen. En in een aantal gevallen gaan verzekeraars dan machtigingen eisen en artsenverklaringen, etc. Dat is het bijlage 2. Dus dan hebben we die technische termen gehad, bijlage 1a, 2 en 1b. En ook deze stap kan leiden tot financiële arrangementen. Als we nou kijken van over welke markt praten we nou en qua omvang, praten we zo ongeveer over een markt hier van zo'n 2 miljard euro. 2,2 miljard euro in 2016. Van middelen omzetwaarde op bijlage 1a, geneesmiddelkosten. Een bijbetaling van 41 miljoen. En als we een vergelijking maken met heel veel andere landen, dan is dat op zich een relatief lage bijbetaling. We hebben natuurlijk wel een stevig eigen risico, denk ik ook, in vergelijking met sommige andere landen. Maar die bijbetaling is relatief laag. Wat zien we nu aan bijbetaling? Beroemde bijbetalingsmiddelen op dit moment zijn ADHD-middelen. Er zit bijbetaling rondom de anticonceptiepil. En er zit ook wel wat bijbetaling op dure producten waarvan de fabrikant zegt, ik zit op bijlage 1a, ik wil niet met mijn prijs zakken, want daar krijg ik internationaal gezien last van, dus ik ga over tot een bijbetalingsregeling. Er zijn ook verschillende bedrijfjes die zich daarmee bezighouden en die zeggen, nou, wij vergoeden dus de bijbetaling aan de patiënt. Op zich een bijzonder fenomeen, want in de wet staat dat de bijbetaling geïnd moet worden bij de patiënt. Nou, dit is ongeveer de ontwikkeling. We zien hier de effecten, nou eigenlijk die prijseffecten die we net zagen, zien we hier uitgedrukt in prijs maal volume effecten. Dus we zien het effect van het preferentiebeleid, maar ook hier het effect van de overheveling van met name de TNF-alpha remmers naar het ziekenhuisbudget. Hoe komt zo'n limiet tot stand? Nou, ik ga dit plaatje niet helemaal uitleggen. Ik denk dat er in Nederland misschien 10, 20 mensen zijn die echt heel precies weten hoe dit in elkaar zit. Dat zijn er echt niet zo heel veel.
Ik dacht ooit dat ik er één van was, totdat Marco van der Velde van Pharmatech me dat een keer uitlegde. Toen dacht ik, oh ja, die was ik ook nog vergeten. Het is bijzonder ingewikkeld, maar we komen tot een... geneesmiddelen worden bij elkaar genomen uit, en berekend op basis van een prijs per standaard dosering. En zo worden ze per merk weer gemiddeld en per inkoopkanaal gemiddeld en gemiddeld en gemiddeld en gemiddeld. En daar komt één prijs uit rollen en dat is één limiet. Dat is niet één limiet, want op het moment dat je een hele kleine dosering hebt voor een bepaalde populatie, dan zou er nog eens een correctie kunnen plaatsvinden voor een laagste dosering. Nou, dat is misschien al veel te veel voor te onthouden, want in geen enkele quiz die u misschien ooit op tv gaat spelen, zal dit gevraagd worden. Nou, gezien het feit dat zo weinig mensen dit weten, denk ik dat die kans heel klein is. Maar goed, hier staat het nu. En dat komt ook in een rapport. Over rapporten gesproken. We begonnen al in de inleiding. Er zouden heel veel besparingen mogelijk kunnen zijn vanuit het GVS. Wordt al heel lang bedacht. En dit is een relatief recent onderzoeksrapport. Een verdiepingsonderzoek werd dit genoemd, want hier ging een ander rapport aan vooraf. Geïnitieerd vanuit VWS door het onderzoeksbureau APE. En het onderzoeksbureau APE becijferde dat de besparingen wel eens op konden lopen van 300 tot 620 miljoen. Dan zie ik u denken, heeft hij niet een tikfout gemaakt? Is dat niet 300 of 323 miljoen? Nee, dit was de bandbreedte. Dus de vraag was eigenlijk, we hebben een auto van 30.000 euro en wat opties erbij, zou het ook zomaar 60.000 euro kunnen zijn. Een forse bandbreedte. Maar die 623 miljoen, die ging eigenlijk op het vizier zitten van de politiek. Een flink bedrag. Toename van de bijbetaling was 4, dat is eigenlijk niet zo heel veel, miljoen, tot 118 miljoen. Onduidelijk in het rapport, dat mag u zelf verzinnen, misschien een leuke huiskamervraag, hoort die 4 nou bij die of bij die? Dat is de toename van de bijbetaling, 10 miljoen gebruikers. 10 clusters zorgen voor 40% van de opbrengst. Daar komt ook, de minister heeft ook dit idee niet heel erg omarmd, maar op een gegeven moment kwamen we toch tegen in een lange termijnvisie. Tot een lichte verrassing, als ik dat zo mag. Ik zie instemmend geknikken. Namelijk, de minister zei, lange tijd, ik wil er eigenlijk niet zoveel mee doen. Hè. Motie na motie volgde in de Kamer, rapport na rapport. Het eerste rapport kwam uit, kwam iets van 700 miljoen eigenlijk uit als mogelijke besparing. Maar dat leidde tot, nou ik doe het uit mijn hoofd, maar meer dan 50 Kamervragen. En toen zei de minister van nou, we moeten toch nog eens goed gaan kijken naar stapeling van bijbetalingen en dat soort zaken. En toen kwam eigenlijk dit rapport. Daar kwamen stapelingen van de bijbetaling voor patiënten eigenlijk niet in naar voren. Dus er lag een verzoek voor een derde rapport. Ik weet niet of dat er ooit gaat komen. Maar uit dit rapport, die politieke agenda was eigenlijk gezet. 600 miljoen besparingen zijn mogelijk. In het licht ook van de vorige spreker zou je kunnen zeggen, als we 600 miljoen daar hebben, dan hebben we een behoorlijk investeringsbedrag dat we kunnen vrijmaken. Is een deel van het geld niet al lang via het preferentiebeleid naar binnen gehaald? Nee. Wel eens, nou, ja. Sorry. Ja. Maar een klein deeltje. Het onderzoek had betrekking op 2014. Dus dat was niet echt de meest recente data. En in die periode, 2015, 2016, is natuurlijk ook nog wel wat gebeurd. Maar eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel veel meer in het preferentiebeleid. Veel prijzen waren toen al laag. Dus het preferentiebeleid houdt die prijzen eigenlijk meer laag dan dat we zien dat daar heel veel extra effect in die jaren in zit. Dus 2014 was de basis voor dit rapport. Nee, dit zat echt in geneesmiddelen die eigenlijk in markten zaten waar een deel generiek was en een deel nog puur specialiteit. En dat deels puur specialiteit moest echt niet besparen. Als we kijken naar die top 10 clusters, staat op 1 staan de cholesterolvlaggers. Op 2 staan de anti-epileptica. Ze staan eigenlijk allemaal in dat rapport. En dat zijn middelen waarin de rosuvastatine bij de cholesterolverlagers er nog in zat. En is het pregabaline
vanuit de anti-epileptica met een bijzonder verhaal, omdat daar een indicatie, een neuropathische pijn, nog een patent op zit. Gaat er dit jaar, volgens mij. Politiek hapte dus gretig toe. En dat hebben we gezien in de doorrekeningen die het CPB heeft uitgevoerd. VVD, D66, CDA, GroenLinks, SP, PvdA en SP hebben de opbrengst laten doorrekenen door het CPB. Op het A4'tje van Geert Wilders heb ik het niet kunnen ontdekken. Die heeft ook niet zoveel laten doorrekenen. Maar dit is een ruime kamermeerderheid, zou ik kunnen zeggen. De enige partij die mogelijk onderdeel wordt van een nieuw kabinet, de ChristenUnie, ik denk dat daar kansen voor zijn, dat is een van de enige partijen eigenlijk die in een nieuw kabinet zou kunnen gaan zitten die dat niet heeft laten doorrekenen. Met andere woorden, een ruime kamermeerderheid lijkt voorhanden. CPB heeft 250 miljoen ingeboekt voor deze besparing. Waar zit het verschil in 600 miljoen? Op zich bijzonder, maar voor een deel word ik daarin geciteerd, zonder dat ik daar zelf weet van had overigens. Omdat ik tijdens een van die vergaderingen over het GVR heb geroepen dat die besparing, dat de substitutiepercentages van die 600 miljoen eigenlijk vrij irreëel waren. En ik kwam dat die zin eigenlijk tegen in dat ze daar maar 250 miljoen van hebben gemaakt. Hoe ze aan het bedrag komen? Eerlijk gezegd weet ik het niet helemaal. Ik kan het niet helemaal reproduceren, laat ik het zo zeggen. Van de VAR-correctiefactor. Ja, zo ongeveer. Ja. Voor de laatste steek. Ja. 250 miljoen is de opbrengst voor het nog steeds een substantieel bedrag. Ook andere partijen hebben overigens, veel van deze partijen hebben ook een herijking van de wet geneesmiddelenprijzen, de prijzenwet, laten doorrekenen. Ik hoop dat de CPB die niet gestapeld heeft, want dan reken je je echt rijk. Dit was eigenlijk ook aanleiding om een tegenonderzoek te organiseren. Een tegenonderzoek eigenlijk waarom ik hier vandaag sta. Namelijk bij dat tegenonderzoek zijn wij betrokken geweest. In opdracht van de KNP, ASCA, de BG Pharma, heeft onderzoeksbureau Roland Berger een onderzoek uitgevoerd van wat is nou eigenlijk een realistische besparing als we kijken naar dat GVS. We hebben nu dat APE-rapport, of we hebben twee versies van dat APE-rapport gezien. En wat, als je, maar dat zijn in, eigenlijk in onze ogen irrealistische besparingen. Waarom zijn dat realistische besparingen? Nou, een van de veronderstellingen om tot die 600 miljoen te komen is eigenlijk dat substitutie van bijbetalingsproducten hier plaats zou vinden naar deze kant. Nou, dat snappen we. He, want dat zien we in de markt, is dat eigenlijk op het moment dat een product een bijbetalingsproduct wordt, en gisteren in het nieuws waren nog wat recente voorbeelden daarvan. Maar op het moment dat het product een bijbetalingsartikel vormen, zijn patiënten daar over het algemeen niet blij mee. En zolang er geen terugbetaalregeling is, zoeken ze naar een uitweg of naar een herverzekering, zoals we bij ADHD zien. En sommige polissen kun je herverzekeren voor een GVS-bijbetaling. Of, en dat is een andere manier, naar een bijbetalingsregeling dus, of naar substitutie naar een ander middel. Nou, waarom is die 600 miljoen nou zo onrealistisch? De veronderstelling was dat deze producten allemaal naar het allergoedkoopste product zouden gaan. En om even een vergelijking te maken met de frisdrankmarkt. Alle frisdrankfabrikanten kunnen hun fabrieken sluiten, want hier vindt substitutie plaats naar, nou, wat zullen we zeggen, ofwel water, ofwel de goedkoopste spaarrood variant van de Lidl, Saskia genaamd. Daar gaat het goed mee. Maar de rest van alle dus dat is de vergelijking. Dus dat betekent dat alle frisdrankfabrikanten volgens die berekeningen van APE eigenlijk overbodig zouden zijn geworden. Want alles kan wel af met water, dan wel met een beetje bijbetaling voor de Saskia van de Lidl. Moet ik misschien nog drie andere fabrikanten noemen. Waar zit die mitigatie van het substitutie-effect? Welke factoren zorgen ervoor dat patiënten blijven bij waar ze bij hun eigen medicijnen? Wel zo vertellen, maar in principe is bijbetaling wel een driver om dit stukje te verlaten. Maar ik zal daar zo wat getallen van laten zien. Een van de veronderstellingen namelijk is dat de fabrikant de prijzen zou verlagen. En dat is iets wat we hebben gezien,
bij de introductie van het GVS in 1991, in een bepaalde mate. En later ook in de laatste herijking in 1991. Dus dat is ook een heel lang politieke veronderstelling geweest. Als we kijken naar recente Kamervragen van de SP, die dat op een verlanglijstje hebben gezet, zeiden ze: beste minister, maak nou eens werk van dat GVS. Ga daar nou eens mee aan de slag. En ik zie daar maar niks van. En dat duurt maar en dat duurt maar in onderzoek, et cetera, et cetera. Maar wel zonder bijbetaling. Want dat vinden patiënten niet fijn. En volgens mij gaan die twee niet samen. Waarom niet? Dit is het bolhol waar we naar kijken als gevolg van alle prijzenwetten die we hebben in ons omringende landen. Dit is de reden waarom volgens mij fabrikanten ook hun prijzen niet zullen aanpassen. Want wij in Nederland kijken dus naar die prijzen, naar die vier landen, maar zijn ook input voor andere landen en alles is dusdanig met elkaar verweven, dat op het moment dat je als fabrikant je prijs in Nederland halveert, dat dat vroeg of laat gevolgen heeft voor heel Europa. En dan is dit nog maar een deel van het netwerk, omdat dit ook nog eens voor een deel overseas gaat vanuit sommige andere landen. Er werken volgens mij 3 econometristen bij een gemiddelde fabrikant om dat soort systemen in de gaten te houden. Prijsverlaging is dus niet iets dat heel logisch is. Een ander is: voorschrijven past aan. Nou, daar hebben we naar gekeken naar bewegingen, en om even terug te komen. Dit is voor de statines. Wanneer stappen mensen nu over? En dit gaat even los van prijs en bijbetaling. Maar als we kijken naar de start, en we hebben gekeken in 2014, welke nieuwe gebruikers starten met welke statine? De meeste, zo'n 80%, start met simvastatine. Na verloop van tijd wordt dat groepje ietsje kleiner. Mensen stappen uit, omdat hun cholesterol niet voldoende verlaagd kan worden, naar andere alternatieven. Hier een klein deel start met rosuvastatine, krijgt ook weer wat nieuwe aanwas vanuit deze groep, vroeg of laat, en zo zien we dat ook. Dus het bolletje dat met rosuvastatine start. Veel van de mensen die dus, en een van de bijbetalers, in dit verhaal, zeg maar in het cluster dat het meeste zou opbrengen, of niet één van de, maar bijna uitsluitend, is rosuvastatine. Die mensen die hierop zitten en dat gebruiken, zullen dus niet snel hierheen gaan, want daar komen ze al vandaan. En met andere woorden, die moeten hier een bijbetaling gaan nemen. De andere kant is, en dat wordt spannend, als ze echt die bijbetaling moeten gaan doen. Wat gebeurt er dan? Nou, dat zou kunnen zijn dat ezetimib een vrijloper wordt. Ze zullen niet heel makkelijk naar de nieuwe generatie, denk ik, overstappen. Dat is streng gereguleerd, nog. Maar dan praat je ook over een hele andere situatie. Rosuvastatine kost, denk ik, nou wat is het, ongeveer 20 euro per maand als behandeling. Ezetimib 40 euro, zo ongeveer, orde grootte. Dus dat is dan best, dus het kan best zijn dat mensen of de bijbetaling voor lief nemen, of stoppen met een statine, wat ik denk in dit geval het meest waarschijnlijk is. Ofwel, ze gaan dan uitwijken naar een heel ander middel waarvoor geen bijbetaling geldt. GVS is dusdanig eigenlijk matig onderhouden, om het maar even zo te zeggen, dat ook door het ontbreken van een limiet, ook fabrikanten hebben gezegd: laat mij maar in dat cluster zitten. Ik zoek het wel, ik ga er wel in zitten. Maar op het moment dat het GVS herijkt zou worden, kan ik me voorstellen dat er veel dossiers worden ingediend om te zeggen: voor deze populatie ben ik echt anders dan die andere middelen en ik zou uit het GVS moeten. Tot rechtszaak aan toe, denk ik. Ronald, even een vraag in het kader van het thema. Over toegang. Ja. Heb je daar dan ook nog mee? Dit is een hele cijfermatige analyse. Hè? Zeker. Maar als je aan de andere kant van je werk staat, dus aan de balie van de apotheek, heeft het een effect op wat jij krijgt of waar je toegang toe hebt? Zeker. Heb je daar dan zelf ook een mening over? Nou ja, wat je systeem nu dan goed functioneert, of zeg je eigenlijk, nou, schuurt het een beetje? Nou, het schuurt denk ik zonder meer, omdat het, wat ik zeg, vanwege het onderhoud. Het tweede wat een rol speelt is natuurlijk, mensen worden in, vaak aan de apotheekbalie zullen ze geconfronteerd worden met die keuze van dat middel. Ze zullen bijbetaling willen ontwijken. Wat gaat er dan gebeuren? En is hiermee wel voldoende toegang gewaarborgd? Overigens is dat nu ook best wel een issue. Als we kijken naar wat recente prijsverhogingen,
zien we dat er middelen zitten in clusters waar geen ontsnapping mogelijk is. Namelijk dat cluster is leeg in de loop van tijd geraakt. Sommige producten zijn zo goedkoop geworden dat er nog maar enkele overblijven. En dat is er ook in het kader van toegankelijk wel een... Ja. Mag ik daar een vraag op? Ja, natuurlijk, Martin. Ik sprak laatst apothekers en die zei tegen mij dat een tubetje cremol hydrocortison is al met een bijbetaling. Is er dan nooit een keer een patiënt of een organisatie die zegt tegen de overheid van God, GVS is gemaakt, dat je altijd een product moet kunnen krijgen zonder bijbetaling? Die cluster is leeggelopen, zoals je net beschreef. We maken daar een issue van. We maken daar een punt van, want ja, de uitgangspunt is dat ik altijd een product moet kunnen krijgen zonder bijbetaling. Ja. Het interessante daarvan, vorig jaar hebben we zo'n case gezien. Ik ben het middel even kwijt, kant op zoek. Maar dat doet er op zich niet toe. We zagen ineens een bijbetaling en volgens mij ging het om een antibioticum. En de minister die zei eigenlijk, de minister is natuurlijk heel erg actief geweest rondom antibiotica. De prijs werd verhoogd. De fabrikant zei, dit middel wordt eigenlijk veel duurder, de prijs werd verhoogd. Konden geen kant op. En wat gebeurde er? De minister ging mee in de limiet in dit geval. Toen dacht ik, hé, daar kunnen best wel ingewikkelde kamervragen over worden gesteld. Totdat we, dit keer niet met Marco van der Velde van Pharmatech aan de hand, in de wet zagen, de minister kan anders beslissen. Dus de minister zou een weescluster, wat ontstaat, zou gewoon de GVS-limiet kunnen aanpassen, wat in dit geval is gebeurd. Dus er bestaan wel mogelijkheden voor de minister om in te grijpen op die weesclusters en daarmee ook de toegankelijkheid te bevorderen. In dit geval had de minister een belang vanwege het antibiotica en haar dossier, antibiotica beleid, denk ik. Ja, want ik kreeg geen ander voorbeeld in. Nee, ik ook niet. Daarom dacht ik eerst van, hé, dit gaat een ingewikkeld verhaal worden, totdat het staat echt letterlijk in de wettekst van het GVS. Ja. Dus, maar ook met de recente voorbeelden zou dit kunnen. Mag ik een vraag stellen? Wat mij zo intrigeert aan uw verhaal, ik zit daar niet heel goed in, maar dat is wel dat veronderstelt dat de patiënt, hè, want daar gaat het uiteindelijk over, dat hij een volkomen flexibiliteit heeft, dat hij van het ene middel naar het andere middel springt. Maar dit is wat we hebben gezien in de data. Ja, maar daar is ook een voorschrijving bij. Zeker. Van toepassing. Daar is sterker nog, die is nodig, want anders gebeurt het niet. Maar betekent dat nu dat echt leidt tot discussies aan de behandeltafel, aan de balie, waar de patiënt vraagt van ik wil op een ander geneesmiddel overstappen vanwege het feit dat ik word geconfronteerd met een bijbetaling? Dat gaat zeker gebeuren. Ja, dat gaat zeker. Maar dat is niet wat we hier zien. Nee, oké. Deze gaat zonder bijbetaling, alleen wat we hier zien zijn ofwel, we weten niet waardoor patiënten zijn overgezet, en of ze dat zelf willen, ja of nee. In dit geval kijken we naar cholesterolverlaging. En het kan best, en de standaard is om mensen te laten starten met 40 milligram simvastatine. Ja. Op het moment dat dan cholesterol onvoldoende verlaagd wordt, dan moet je deze stap gaan maken. Mm-hmm. Dus dit soort stromen zijn op zich ook logisch vanuit de patiënt gerekend. Of zelfs vanuit de NAG-standaard aan. Of vanuit de NAG-standaard, hè, want die zegt inderdaad van of dat altijd zo is en hoe dat werkt ook. Hè, want natuurlijk, daar zal ook marketing mee te maken hebben, maar er is altijd een voorschrift van een arts noodzakelijk om deze stappen te maken. Wat we zien in relatie tot bijbetaling, en ook in de recente bijbetaling. Vorig jaar hebben we zo'n casus gehad rondom dexamfetamine, een ADHD-middel. En dan zoeken patiënten samen met artsen een uitweg. Dus dat betekent eigenlijk dat de confrontatie in de apotheek plaatsvindt. Dan is het, meneer, mevrouw, u moet bijbetalen voor dit geneesmiddel. Mm-hmm. Maar wat kan ik daar dan aan doen? En in dat geval kan het zijn dat ze zegt, nou, dan moeten we naar een nieuw voorschrift toe. En een ander geneesmiddel. En veel patiënten zullen zeggen, ja, maar liever dat. Dan gaan we wel kijken hoe dat gaat. Ja. Dan bijbetalen. Ja. Ja, nou, voor ADHD is natuurlijk een ander verhaal. Daar hebben patiënten direct de hinder van als ze het middel niet meer gebruiken met statines. Zeker. Verwacht ik dat de uitstroom natuurlijk veel groter zal worden. Dus wat je zou mee moeten nemen in deze berekening is het potentiële gezondheidseffect op de uitstroom en ook de bijbehorende kosten. Absoluut. Van wat er gebeurt met het gezondheidsprobleem. Ja, klopt. En dan kan je op zich volgens mij best wel met aannames schattingen overmaken. Ja, het is natuurlijk moeilijk hoe die precies welke beweging gaat terug. We hebben wel historisch gekeken van wat zien we aan bewegingen
en wat is reëel. Dus welke mensen kunnen eigenlijk geen kant op. Ja. Maar inderdaad, het zou best kunnen zijn dat een deel van die bijbetalers zegt, nou laat die bijbetaling maar gaan. Ik stop ermee. Ja. En zeker met een middel dat in de preventiehoek zit, zou dat zeker een rol kunnen spelen. Ja. Nu ben je misschien niet een van die 10 experts. Of ze herverzekeren zich. Misschien niet een van die 10 experts, maar je bent in ieder geval wel een expert. Dus het is gevaarlijk wat ik ga zeggen. Het algemene gedachtegoed in Nederland is dat we niet maximaal, maar optimaal proberen te behandelen. He, dat is zeg maar zeker. De benadering. Zeker. Maar waar we het nu over hebben, er ligt natuurlijk ook nog iets onder. Dat zeg maar grote contracteringspartijen, apotheekketens, zeg maar gecontracteerd worden op bepaalde volumina bij bepaalde productsoorten. Waar jij en ik niks van merken aan de balie, want dat gebeurt zich, dat speelt zich aan de achterkant af. Ik vind dat wel ingewikkeld in het kader van het jaar van de transparantie vorig jaar. Dat soort weekfactoren zich eigenlijk totaal onttrekken aan zeg maar, aan gemiddelde kennis. De mogelijkheid om kennis te hebben van de burger. Hoe zie je dat? Helemaal eens. Een mooi voorbeeld. Hoe kan dat daar zo weinig gemoeg over is? Ja, dat verbaast mij ook. En dat komt omdat het bijzonder ingewikkeld is. Ik denk dat dat een belangrijke rol daarin speelt. En een van de ontsnappingen hieraan is herverzekering. Dat zou nog commercieel interessant kunnen zijn. Ja, wie heeft vanuit de commissie, maar ik heb het over het idee van toegang. De herverzekering is niet altijd makkelijk. Oh nee, zeker niet, want mensen zullen niet altijd worden geaccepteerd. Ja, ja zeker. Maar daar ben ik helemaal mee eens. Dus die toegang wordt aan mij best een ingewikkeld dossier. En als we terugkijken naar die financiële arrangementen, dat is eigenlijk de anekdote die ik wilde aanhalen. Het kan best zo zijn. Een van de conceptrapporten was een van de middelen waar relatief wat op verdiend kon worden, waren de NOAC/DOAC's. En dan zegt VWS, deze moet even niet in dat rapport, want hier hebben wij prijsafspraken over. En dat raakt natuurlijk de andere, het voorbeeld van wat je zo net noemt, ook. De markt is veel gecompliceerder dan dat. Maar ik mocht het maar bij 45 minuten houden. Ja. Dus, nou, in het kader van toegang. Dat krijgen we niet voor elkaar. In het kader van toegang is dat toch raar. Zeker. Ja. Zeker. Het gaat om, dus die patiënt, die, als we daarna gaan kijken, gaat die patiënt mogelijk toch, wordt gedwongen eigenlijk, tot bijbetaling voor een deel. Of herverzekering, indien mogelijk. Aan de andere kant is er ook goed nieuws. Een nieuwe minister van VWS, en dat zou mijn eerste advies zijn, als u achterover gaat zitten en kijk naar het dossier. In 2018 zullen de kosten op zich 200 miljoen lager zijn door patentverloop. Een aantal grote producten, en misschien wel ongeveer de laatste grote producten, gaan uit patent. En dat en heb je daar een GVS-aanpassing voor nodig om dat te realiseren? Ik denk het niet. Daar is geen GVS-aanpassing voor nodig. Die laten nieuwe middelen buiten beschouwing. Natuurlijk zijn er ook nieuwe. Nou kijk, als we kijken naar de HCV-middelen, de NOAC, et cetera, et cetera. Dat zit in het segment van de prijs, van prijsarrangementen. Daar zit groei in. Maar als we kijken naar de middelen, de top 10, zoals AVE die heeft genoemd, in het rapport als meeste opbrengst, dan staan die middelen daar niet in. Namelijk, daar zit, of liggen daar andere arrangementen aan ten grondslag, maar nummer 1 staan de cholesterolverlagers. Crestor gaat dit jaar uit patent. Nummer 2, de anti-epileptica, wordt ook bijna volledig, het is maar een small cluster met 2 middelen, wordt volledig patentloos. Over substitutie overigens kunnen we nog wel een discussie voeren op dit terrein. Maar dat betekent dus dat alles wat bijdraagt aan die enorme opbrengst van 620, dan wel 250 miljoen, die daar aan de grondslag ligt, dat eigenlijk automatisch, dat die producten die daarin zitten uit patent lopen. Wat houden we dan over? Een besparing van toch maximaal 72 miljoen euro. 72 miljoen euro, waarvan zo'n 50 miljoen ook nog mogelijk zou zijn via een prijsswitch. Moet ik even uitleggen, denk ik. Maar als we bijvoorbeeld naar Crestor kijken, gaat die uit patent. Op dat moment worden mensen overgezet naar een generiek geneesmiddel. Zal dat plaatsvinden en daar hebben we een bepaalde tijd voor genomen die we eigenlijk gemiddeld zien in de markt. En per middel wisselt die wat, dus dat de ene gaat van de ene maand van 0 naar 80
En de ander doet er even over en dat wisselt per middel. En soms gaat het ook overigens heel langzaam. Een deel blijft achter vanwege zeg maar medische noodzaak. Nou, of die prijs dan gaat dalen, maar die blijven achter. En dat is bij elkaar dat bedrag van zo'n 50 miljoen euro wat overblijft. Nou, ik verwacht eerlijk gezegd als daar bijbetaling voor gaat gelden, dat die mensen ofwel overstappen naar een generiek ofwel iets anders zullen gaan zoeken. 13 miljoen is de bijbetaling die dan ontstaat. En om dit jaarlijks te doen, heeft Roland Bergen berekend dat dat minimaal 2 miljoen aan uitvoeringskosten jaarlijks zal gaan kosten. Er moet de bijbetaling worden geïnd aan bij de patiënt. En er zijn transitiekosten omdat patiënten naar de arts moeten en zeggen van ik wil een nieuw geneesmiddel. En ik wil, en dat is een eerste voorschrift en er geldt een ander tarief voor, et cetera, et cetera. Dat is eigenlijk, dus netto zit er toch wel iets tussen droom en werkelijkheid, zou ik wel willen zeggen. Daarmee wil ik eigenlijk afsluiten. Mag ik nog één vraag stellen? Dankjewel.